En heel goed dat u erbij bent op deze BIA Anniversary. Op deze 79ste verjaardag van Flamingo Airport. Al bijna 80 jaar dus, bijna 80 jaar, een luchtverbinding tussen Bonaire en de rest van de wereld. Met recht een levensader voor dit mooie eiland. Flamingo Airport is van Bonaire, maar ook voor Bonaire. Het is belangrijk voor toeristen, voor ondernemers, maar vooral natuurlijk ook voor de eilandbewoners en hun familieleden. Een belangrijke plaats voor het hele eiland en u weet dat allemaal als geen ander. Het is de toegangspoort van en naar de andere Caribische eilanden en een stukje verder Nederland. Een onmisbare schakel voor werk, sociale contacten, opleiding en zorgafspraken. En het is natuurlijk ook gewoon een hele mooie luchthaven. En wat van mijn kant uit ook heel veel respect en waardering voor alle liefde en toewijding waarmee deze luchthaven iedere dag gerund wordt als onmisbare schakel op dit eiland. Van harte gefeliciteerd daarmee op deze 79ste verjaardag. Dames en heren, dat belang van de luchthaven schept natuurlijk ook verantwoordelijkheid. Dat de luchthaven voldoet aan de veiligheidseisen van ICAO. Dat de capaciteit op orde is. Dat gewerkt wordt aan een duurzame toekomst. Daar werkt iedereen hard aan. De luchthaven zelf, het bestuurscollege van Bonaire en om de veiligheidsmaatregelen te nemen help ik als minister vanuit Den Haag uiteraard graag mee. Dames en heren, er liggen hele mooie plannen om de luchthaven nog beter voor te bereiden op de toekomst. De eerste verbeteringen zijn in de aankomsthal al goed te zien. De nieuwe, grotere bagageband die staat er al. En passagiers kunnen nu overkapt naar de aankomsthal lopen. En ook de vertrekhal krijgt een upgrade. En tenslotte ligt er ook een plan om de luchthaven te verduurzamen. Sterker nog, ik denk dat deze luchthaven uitstekende kaarten heeft om duurzame luchtvaart letterlijk van de grond te krijgen. We hebben net nog even een overzicht gezien van alle plannen die er op dat gebied zijn. Maar vooral ook de afstanden tussen de eilanden hier, die lenen zich uitstekend voor kleinere elektrische vliegtuigen en emissieloze verbindingen. Misschien begint de toekomst van de luchtvaart dus wel hier op Flamingo Airport. Maar goed, dames en heren, even weer met beide benen op de grond. En ik zal het niet te lang maken, want we willen straks natuurlijk ook nog borrelen en netwerken. Dus ik wens u heel veel plezier op deze BIA Anniversary. U mag met z'n allen trots zijn op deze hele mooie luchthaven. Van harte gefeliciteerd daarmee en op naar de volgende, naar de 80 jaar.